Een hele goede morgen en welkom bij het TVG-journaal van 7 uur. Druk alvast op het duimpje omhoog, abonneren natuurlijk eventjes op het kanaal van Teveel Gevraagd. En je kunt, als je dat zou willen, natuurlijk in de itemshop de supporter creator code Teveel Gevraagd gebruiken. Zou super nice zijn. Sorry jongens, ik wou gewoon eventjes het NOS-journaal nadoen, omdat jullie altijd in de comments zeggen: yo, het Fortnite-nieuws is weer begonnen of iets in die trans. Altijd super grappig om te zien. Maar goed jongens, om eventjes serieus te zijn, laten we vandaag natuurlijk weer eventjes beginnen met de itemshop. Het is vandaag 17 februari en dit is de itemshop. En mensen, het is vandaag zo'n dikke itemshop. Ik bedoel, we hebben nog steeds de soccer skins in de itemshop, wat natuurlijk super nice is. En daarnaast de Lil Whip, de Ice Cream Cruiser en gewoon een nieuwe pickaxe. Hé, waarom zie ik hem hier? Oh, de Ice Pop. There we go, de Ice Pop. Die heb ik trouwens gegift gekregen van Skyrider. Hey, dikke shout-out naar Skyrider. Maar in ieder geval, je kunt dus al deze dingen halen met de supporter creator. De supporter creator code te veel gevraagd. Als je dat hebt gedaan, stuur een fotootje naar onze Twitter of Instagram, want dan maak je kans op hele dikke prijzen. Dit is de TVG Pass en ik heb hem eventjes weer aangevuld met nieuwe items. Vandaag zie je bovenaan staan 17 februari. We geven vandaag de Love Ranger weg. We geven morgen de Freeze Bundle weg. Overmorgen een Xbox One S met 2 controllers. Dus als een bundel of zoiets. Met 2 controllers. Super dik natuurlijk. Daarna weer de Freeze Bundle. En daarna hebben we nog een aantal dingetjes die we gaan weggeven. Gaat super dik worden nog. Dus jongens, doe sowieso mee. Gebruik de code, dan krijg je ook automatisch een gratis wrap. Sowieso chill natuurlijk. Goed jongens, wie dat ook heeft gedaan is Sam Enting. En Sam Enting, jij hebt gewoon dus de Funko Pop gewonnen. De Love Ranger Funko Pop. Hij zegt: ik hoop dat ik win en niet als ik niet win, dan gun ik het een ander. Hey, dat is natuurlijk super nice om te horen. Sam, gefeliciteerd. Jij bent gewoon de winnaar. Jij hebt namelijk een Super Striker, dus een soccer skin gekocht met de code Teveel Gevraagd. Hey, nogmaals dikke shout-out naar jou. Goed jongens, laten we overgaan naar het eerste topic. En voordat we daar naartoe gaan, er is niet heel erg veel, maar we hebben wel wat leuke dingetjes. Het eerste topic gaat over een tweet van Fortnite. Dit is de tweet. En het gaat eigenlijk voornamelijk om een plaatje. Namelijk de blok. Maar niet zomaar de blok. De blok is, nou, basically alles eromheen is helemaal dood aan het gaan. Sommigen zeggen van, ja, het is helemaal verbrand en zo. Maar nee, zo ziet het er niet naar uit. Het ziet er een beetje door uit. En het lijkt alsof de hele map aan die kant, bij Whaley Woods, een beetje aan het dood aan het gaan is. Gisteren heb ik al een gehele video over Whaley Woods laten zien hoe dat eruit gaat komen te zien. Maar nu ook de blok. En dat heeft Fortnite zelf gewoon getweet. Dus Fortnite zelf is eigenlijk gewoon een beetje aan het leaken. Dat is wel super grappig om te zien. Over de blok gesproken, dit wordt de volgende blok. En dit gaat gewoon een gehele tank worden wat we gaan krijgen, joh. Holy shit, dit is zo'n dikke blok, hè. Ik kan niet wachten totdat deze erin komt. Ik ga je sowieso weer meerdere keren droppen. Bij de huidige blok ben ik ook al een aantal keer gedropt. Zeker weten een grappige spot. Maar echt waar, die tank, daar wil ik sowieso eventjes heen. Puur om al te kijken hoe die persoon dat precies heeft gemaakt. Laten we overgaan naar het volgende. Dit gaat over de earthquake. We hebben natuurlijk weer nieuwe cracks. Want dat gebeurt in principe elke dag. Elke dag krijgen we nieuwe cracks. En dit is de locatie. Ook vlakbij de blok. Sterker nog, hij gaat zelfs half onder de blok door. En dat vind ik een beetje apart om te zien. Betekent dat de blok dan helemaal gaat verdwijnen of zo? Zou natuurlijk kunnen, maar we weten het niet. Simpel is dat. We weten niet of dingen gaan verdwijnen, ja of nee. Maar dat er iets gaat gebeuren, dat is wel duidelijk, denk ik. Ik bedoel, de hele map rechtsbovenin bij Whaley Woods scheurt helemaal open. En dat is niet echt een goed teken, denk je wel? Ik denk het in ieder geval van niet. Laten we overgaan naar het volgende. En dit gaat over een leak die ik ongeveer 3 dagen geleden heb verteld. Namelijk dat er vuurtornado's aankomen. Maar dat is niet helemaal waar, want er waren wel dingetjes gevonden in de files van een vuurtornado, maar die worden gebruikt voor iets anders. Namelijk, als jij de 4e stage van de prisoner wil unlocken, dan moet je naar een soort van campfire met daaromheen een soort van, ja, mini-lantaarn, zeg maar, waar vuur uitkomt. Nou, dat is eigenlijk dat. Dus die files die zijn gevonden, die zijn daarvoor bedoeld. Dus jammer genoeg, we krijgen als het goed is geen vuurtornado's. Dat is zeker weten jammer. Maar hey, in ieder geval goed om te weten dat dat nu dus debunked is.
is. Dus eigenlijk niet meer geld. Gaan we door naar het volgende. En dit gaat erover dat nu de Swordfight LTM uit is. En ik heb eerlijk gezegd deze nog niet eens gespeeld. Dus ik weet niet eens hoe het precies in zijn werking gaat. Maar misschien heeft iedereen wel zijn of haar zwaard. Of misschien is het zwaard gewoon wel te pakken, weet je wel. Zou natuurlijk kunnen. Ik heb eerlijk gezegd geen idee. Ik heb er nog niet echt onderzoek naar gedaan. Maar je kunt hem dus spelen. Dat is wel echt super nice. Team Rumble is er gelukkig nog in. Dus als het goed is, kun je die nog steeds spelen. Die, ja, ik weet niet. Team Rumble vind ik echt een van de leukste game modes op dit moment. Maar ja, je kunt dus ook deze gaan spelen. Super dik natuurlijk. Het zwaard is natuurlijk wel super leuk. Is ook super sterk. Holy damn. Ik ga deze sowieso een keertje proberen. Gaan we door naar het volgende. Dit is een bug. Best wel grote bug. En trouwens, dit is ook gelijk het laatste dingetje. Ja, het gaat best wel snel. Maar dit is het laatste dingetje. Een bug met hold to swap. In de laatste update, de 7.4 update, hebben we een updateje gekregen dat je nu, als jij een knop indrukt om een wapen te switchen en je houdt die ingedrukt, dan switcht die het wapen en komt die niet bij jouw slot, zeg maar, in. En ik leg dit echt nu heel erg vaag uit, maar ik zal het eventjes in het kort wat duidelijker uitleggen. Stel, jij vindt een hele goede AR en je hebt nog meerdere inventory slots over. Normaal gesproken betekent dat, wanneer jij die AR oppakt, dat die bij jouw inventory slots inkomt. Dus dan moet je eerst jouw oude wapen droppen en dan moet je weer dat goede wapen in de goede slot zetten. Is allemaal gedoe. Wat je nu kan doen, als het goed is in ieder geval, in de nieuwe update, is de knop voor het switchen iets langer indrukken, waardoor jij het slechte wapen eigenlijk switcht voor het betere wapen wat je hebt gevonden. Dat is ideaal natuurlijk. Op die manier hoef je niks te switchen in jouw inventory. Dat doet hij dan allemaal automatisch. Dat is echt super chill. Alleen, het probleempje is, het werkt voor heel veel mensen niet. Voor mij ook niet. Ik heb het geprobeerd. Het werkt gewoon niet. Bij sommigen wel, maar bij sommigen ook niet. Laat eventjes in de reacties achter of het bij jou werkt, ja of nee. Ik ben heel erg benieuwd. Maar bij mij in ieder geval niet. Dat is heel erg jammer. Ik zou dit heel erg graag willen gebruiken. Maar ja, op dit moment zit dat er jammer genoeg niet in. En misschien moet Fortnite een kleine update eruit gooien om dit eventjes te fixen voor iedereen. Of is het een keybind? Zou natuurlijk ook kunnen. Maar ik heb die in ieder geval nog niet gevonden. En andere, in ieder geval wat ik heb gezien, ook niet. Dus als je iets weet, laat het eventjes achter in de reacties. Ik lees de reacties, dus dat komt helemaal goed. En ja jongens, dat was het eigenlijk alweer. Niet heel erg veel nieuwtjes. Jammer genoeg. Ik hoop natuurlijk ook elke dag weer op heel erg veel nieuwtjes. Maar soms is het gewoon niet anders. Dan zijn er gewoon wat minder nieuwtjes. Maar hey, er zaten zeker weten wel wat grappige dingetjes tussen. Dus ik hoop dat je alsnog deze aflevering super nice vond. Laat dan eventjes een duimpje omhoog achter. We gaan gewoon voor die 2000 likes. Abonneer natuurlijk op ons kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. Gebruik onze supporter creator code te veel gevraagd in de itemshop als je dat zou willen natuurlijk. Je krijgt een gratis wrap en je kunt natuurlijk iets uit de TVG pass winnen. Overmorgen, dus de 19e, geven wij bijvoorbeeld een Xbox One S weg. Is wel een van de dikste prijzen hoor die we deze TVG pass weggeven. Daarna komt ook nog een PlayStation. Die komt iets van de 21ste of de 22ste. Nou, gaan jullie allemaal binnenkort wel zien denk ik. Mensen, bedankt voor het kijken. Geniet nog eventjes van de gameplay. En geniet nog eventjes van je zondag. Peace out.